een nieuwe vlog van Lottie. Vandaag wil ik met jullie een unboxing video maken. Het is niet zomaar een unboxing video, want het is een wat ik eruit de doos ga halen. Dat zal mijn gezicht veranderen. Dat is ook een van de redenen waarom ik deze video maak, zodat jullie daar vast aan kunnen wennen. De tweede reden waarom ik de video maak, dat ga ik vertellen wat later in de video. Maar ik ga dit langer in spanning houden. Heel mooi tasje van papier. En daarin zit een heel mooi doosje. Zo. Eens eventjes kijken. Wat zit er in het doosje? In het doosje zit een brillenkoker. Nou, wat daarin zit, hoeven jullie natuurlijk niet heel erg meer te gokken. Ik heb vorige week een oogmeting gedaan en daar kwam uit dat ik toch een bril nodig heb. Ik heb geen drastische, hoe zeg je dat, dat ik bijna niks meer zie en zo, maar ik heb wel vaak last van hoofdpijn en turen en concentratieprobleempjes, last met dat lezen. Het is een kleine correctie dat ik, wat ik had. Maar het wel waard om daar een brilletje voor aan te schaffen. Dat heb ik dus gedaan in Borger bij Sturing. Echt superleuke mensen trouwens. Ik was daar en ik heb denk ik ben er wel een uur, misschien iets langer geweest voor de oogmeting. Doen ze echt heel tof, gespecialiseerde mensen. Ze nemen echt de tijd voor je, want soms dan vind ik dat gewoon lastig. Dan is de vraag, zie je het scherp, zie je het wazig? Wat is scherp voor mij? Wat is scherp voor jou? Nou echt, die mevrouw die mij geholpen heeft, die had echt vet veel geduld. Ik had zelfs Bailey, het hondje, mee in een benchje. Omdat ik uit mijn werk kwam. Dus dat was echt heel fijn. Echt super relaxed. En een toffe bril, veel informatie. Uiteindelijk, brilletjes passen natuurlijk. Oh, en brillen staan mij gewoon niet, vind ik zelf. En het is ook wennen dat je je gezicht anders ziet ineens. Maar er is een brilletje uitgekomen en die was gisteren klaar met de nieuwe glaasjes erin. En dan ga ik hem nu maar aan jullie showen, denk ik. Kijk, mooi brillenkokertje. Krijg je er gewoon netjes bij. Ta-ta-da-da. Heel erg oldschool. Echt een beetje een jaren 80 model volgens mij. Het is weer helemaal hot. Ik ben er zo blij mee. Dat hij zo open is en zo licht. Nou, komt-ie. Ik heb al menig mensen laten schrikken toen ik hem dus opdeed. Ik zal eerst even zo nog laten zien. Kijk, mooi goud kleurtje. Roestvrij straal. Het is lekker duurzaam. Nou. Tadada! Oh, hij lijkt gelijk een stuk intelligenter. Vinden jullie ook niet? Anyway, dit is de eerste reden waarom ik dus de video maak. Zodat jullie even kunnen wennen aan mijn nieuwe gezicht. Hoe dat er nu dus uitziet. En de tweede reden waarom ik de video maak. Dat heeft eigenlijk alles te maken met het ophalen van de bril. De vrouw die mij mijn oogmeting heeft gedaan, die was er niet. Die was op vakantie. Dus een vriendelijke man die hielp mij verder. En wat ik zo leuk vond, is dat ten eerste echt heel vriendelijk wederom. En echt klant is koning gevoel. Heel veel uitleg. Even het brilletje goed afstellen. Gewoon net zo enthousiast zijn over de bril als ik. En dat vind ik echt heel tof. Daarnaast legde hij ook uit wat het allemaal was en waar het allemaal voor was. En wat ik dus leuk vond. Dus kijk, zat in dit doosje de brillenkoker. En dan zit netjes een kaartje bij met je sterkte erop. Nou, dat vind ik echt, het is gelijk een visitekaartje ook. Maar ook mijn sterkte, voor de mensen die het interesseren. Ik weet niet, volgens mij is het spiegelbeeld, daar hebben jullie helemaal niks aan. Ik zal het even voorlezen. Rechts is plus 0,25. Nou, dat is natuurlijk echt niet zoveel. Links is plus 50. Dus die is ietsje minder scherp. En dan staat er een C. En dan min 0,75. En dan AS95. I don't know what it means. Maar ik zie dan een stuk beter.
Maar dat was niet het enige wat in het doosje zat. Nog wat uitleg over hoe je de bril goed schoonhoudt. Hoe je hem goed verzorgt. Dat je echt langere tijd gewoon een mooie bril hebt. Een mooie bril houdt. Want het is natuurlijk wel... Je geeft er wat geld aan uit en je draagt het iedere dag. Dat is de bedoeling. Maar dat is niet het enige wat in het doosje zat. En dit is waarom het mijn aandacht nog extra trok. Is was dat hij... Dit is dan wel van plastic, hè? Maar dit is om je bril schoon te houden. En het eerste wat ik dacht is met mijn plastic allergie was... Ach, plastic flesje, kan ik die... Ja, die mogen ze wel houden. En toen zei hij, al voordat ik eigenlijk wat kon zeggen... En even belangrijk, die man heeft geen idee wie ik ben. Die heeft geen idee dat ik anti-plastic ben en whatever. Die zei, als die leeg is, niet weggooien. Want je kan hem hier gratis laten bijvullen. En toen dacht ik... Dankjewel, dat is de oplossing voor mijn vraag, want eigenlijk wil ik dit anders niet. Maar dit is gewoon reusable. En dat vind ik echt zo super tof dat een brillenzaak zich daarmee bezighoudt. En op dat moment heb ik alsnog niks gezegd over mijn plasticvrije journey, zeg maar. Heb ik hem gewoon zijn verhaal laten doen. Dus dit zat er zeg maar in. Vervolgens zegt hij, ja, er zit ook nog wat lekkers in. Er gaan lekkers bij je bril. Maar er zit gewoon een rol pepermunt in. En wat hier dan, wat ik hier aan echt heel tof vind, is dat de brillenoptiek sturing, die heeft twee dozen met pepermuntrollen ingekocht van een goed doel. En dat vind ik echt, dat hoeven ze niet te doen natuurlijk. En hij had zoiets van, ja, ik ga dat wel steunen. Dit gaat over healthcare abroad in Tanzania. En dan diegene die dat heeft gedaan, die heeft de pepermuntrolletjes verkocht. Om daar geld voor in te zamelen. En hun hebben gewoon een aantal dozen gekocht. Zodat ze gewoon de komende tijd aan hun klanten gewoon zo'n hele rol pepermunt geven. En dat vind ik gewoon echt super tof. En daarmee laten hun ook echt zien dat het... Dat de wereld verder, buiten Borger, buiten hunzelf, dat het ze wat uitmaakt. Dus, en vervolgens krijg je dus een tasje erbij. Waarop hij zei, kijk, een mooi papieren tasje. En toen dacht ik, wat grappig dat hij dat zo zegt. Dat vind ik echt tof. En dit is ook echt een goede kwaliteit. Dus deze, ik ga deze gewoon hergebruiken. Ik heb gisteren ook mijn boodschappen ingedaan. Daarna ging ik even naar de winkel. En dat, ja, het is gewoon, kijk, goede kwaliteit. Maar ook gewoon daarmee duurzaam. En natuurlijk staat er reclame op. Dat is voor hun ook goed. Maar en terecht gewoon. Want het is echt gewoon... het getuigt wel gewoon echt van kwaliteit. En van interesse in de wereld en in de maatschappij. Dat je daar dan zo mee bezig bent. En vervolgens ben je daar als klant zo welkom. En dan denk ik, dit is mijn eerste keer dat ik een bril daar aanschaf. En zo goed geholpen. En daarna ook nog welkom, kom over die tijd weer even terug. Voor nog een controletje hier en daar. Ja, ik vind dat echt super. En dat is ook de reden waarom ik dus de unboxing video ben gaan doen. Want ik had zoiets van, ja, dit vind ik echt gewoon goed. Het zijn initiatieven die ik gewoon... daarin wil steunen. Kijk, en natuurlijk had ik dat tasje had ik ook niet mee kunnen nemen. Ik had mijn bril prima zo vast kunnen houden. Maar ik heb dat dus wel gedaan nu, zodat ik deze video kon maken en het daar ook over kon hebben. Dus dat is die reden. Verder, ja, dat was hem eigenlijk. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En ik moet zeggen dat de vorige keer dat ik een bril, een oogmeting heb gedaan, is daar een verkeerde sterkte uitgekomen. Niet bij hun, bij een andere brillenoptiek. Dus ik was best wel... daar heb ik dus 3 jaar, heb ik daar, ja, verzekering technisch en zo, heb ik daar eigenlijk een beetje dat gelaten en die bril in de kast en dit en dat. Dus ik was best wel een beetje van zenuwachtig van, is het nu wel goed gegaan? Heb ik wel antwoorden goed gegeven of is het wel gewoon... Goed, en dan doe je hem op en dan ben je natuurlijk eventjes een beetje... Want je ogen moeten wennen. Maar dan ben je gewoon tevreden. Nou, dat vind ik echt ja, gewoon super. Dus, ja, dat was eigenlijk mijn verhaal voor deze vlog. Zoek ze op in Borger. Dit is trouwens niet gesponsord, mensen. Was het maar waar. Ik heb gewoon voor mijn brilletje moeten betalen. Maar ik vind wel dat ze dit gewoon eventjes verdienen. Gewoon.
Top. Dus, ze zijn je aan te raden. Dus doe er je voordeel mee. Oh ja, ze kunnen rechtstreeks declareren van je zorgverzekering. Dat vind ik ook echt super fijn. Want ik heb daar zo'n hekel aan als je dat zelf thuis moet doen. Dus, top punten voor hun again. Nou, tot de volgende keer. Doei doei!